Even honderdste van een seconde om precies te zijn. Inmiddels Tara Leslo uit de Verenigde Staten voor rit nummer 4 tegen Sun Hye-yoo uit Zuid-Korea. Sun Hye-yoo gisteren 12e, Leslo 15e op de 500 meter. En respectievelijk 11e en 24e in het klassement na twee afstanden. Janssen doet redelijk goed mee in dit wereldkampioenschap. Getuige op die 11e plaats in het klassement na de eerste dag. En opent hier voor de Amerikaans in een mooie tijd. 10.91. Gelijk aan die van Suzanne Osch. Vorige rit. Laszlo kan er nog net voor langs kruisen. Maar zal de Koreaanse via de binnenbocht ver uitzien lopen in het laatste stukje. Koreaans heeft een goede techniek, kan goed die binnenbocht houden. Gisteren ook al laten zien. En gaat nu af op een tijd die wellicht iets sneller is dan gisteren. 41-26 toen. En hier is 40-76 voor Yu. En ze is er dolblij mee. En dat kan ik me voorstellen, want die 40-96 is bijna een nationaal record. Het scheelt een paar honderdsten van een seconde. Een mooie rit van Sun Hye-yoo. Eindigend in een prima tijd. Tijd van 40-76 is de snelste tot nu toe van de Zuid-Koreaanse. En zo langzamerhand